we zijn hier weer op de vaste inpaklocatie en dit is de laatste keer. Hoe is het allemaal zo gegaan? Ja, prima. Het is leuk werk om te doen. Af en toe is het een beetje schipperen. Producten niet helemaal goed geleverd zijn, maar over het algemeen hebben we daar wel een oplossing voor. Leuk. Ja, jij zit ook vanaf de kant van de consumentenkant. Hè? Jij hebt de box die vegetarisch is. Dat klopt, ja. Hoe is dat allemaal gegaan? Is dat goed ontvangen? Zijn de producten mooi en goed van de lokale boeren? En zijn de recepten daar die erbij geplaatst worden ook naar wens? Ja, prima. Over het algemeen is de kwaliteit heel erg goed van de producten. En de hoeveelheden zijn prima. Het is in principe voor 5 dagen in de week, maar we kunnen er met gemak eigenlijk een hele week van eten. En het is gewoon leuk om te doen. De recepten zijn leuk om nieuwe dingen uit te proberen. En wij zijn wel enthousiast erover. Hartstikke mooi. Nou, succes met de laatste inpakronde. En hopen dat het project zo snel mogelijk weer voortgang kan vinden. En de volgende 40 dagen weer door kan gaan. Ja, dankjewel. Hey Marjan, jij bent ook nog eventjes aan het inpakken, de laatste vrije bij elkaar zoeken voor deze keer. Het is dit er bijna op, hè? Het is wel heel vervelend eigenlijk dat het de laatste ronde is nu. Ja, voor de consumenten wel. Wij hebben er nu een paar weken rust, hoop ik. Maar het was, we hebben wel heel veel goede reacties. Iedereen vindt het wel heel erg leuk. En we hebben mooie producten. Ja, dat kunnen we zien. Ja. Hè? We hebben echt gewoon hele mooie verse producten die inderdaad gewoon aangeleverd worden door alle lokale boeren. Wat is zometeen het vervolg? Wat zijn de vervolgstappen hierna? We willen gaan proberen om dat mensen regulier kunnen gaan bestellen. Maar in welke vorm, dat hebben we nog niet helemaal duidelijk. En in ieder geval ieder jaar een 40 dagen challenge houden. En dan iedere keer daarmee de consumentengroep uitbreiden. Dit jaar 40 dagen, 100 monden, volgend jaar gaan verhogen. Zit dat erin? Dat zit er zeker in, maar dan moeten we eigenlijk van tevoren wel afspraken al kunnen maken met consumenten, zodat we ook teeltplannen bij de groentetelers kunnen inplannen. Ja, nou hartstikke mooi. De zaterdag de laatste keer uitgifte en dan zullen we nog eens kijken of we een leuk zinnetje daarvoor kunnen maken. Dankjewel alvast en succes nog. Ja.